Kijk eens van JWTV Live. We zijn op de ijsbaan bij Miranda. Grote euforie. De ijsbaan ging open. S'avonds het bericht. De ijsbaan ging dicht. Kan alleen maar in Schiedam. Miranda, wat is er gebeurd? In principe hadden wij maandag netjes een mailtje gekregen van de gemeente uit van joh, let op, jullie mogen misschien niet. Toen heb ik netjes een mailtje teruggestuurd van nou, we hebben een vergunning, er zit een vergunning op ons contract. En toen in eerste instantie was het prima, maar toen maandagavond nadat ik de ijsbaan gesloten had, ja, toen kwam er ineens een mailtje dat het misschien toch niet goed was. Nou, en wat was dan echt de reden? Wat gaven ze aan, de gemeente? In principe is het zo, landelijk gezien, dus de landelijke regels zijn dat alleen ijsbanen, dus echt ijsbanen die al langer bestaan, die een vergunning hebben, die mogen open. Dus je mag niet als zomaar sportvereniging ineens een ijsbaan gaan starten. Of, dat mag gewoon niet. Maar wij hadden nog steeds het idee van, ja, wij zijn niet zomaar een sportvereniging, wij hebben ook een ijsbaan. Dat doen wij al jaren en dat is niet van iets van gisteren. Nee. Maar we moesten toch op het groene licht wachten, want ja, we hebben geen zin in een grote boete van 4000 euro omdat we een ijsbaan hebben. Nee. Dus we hebben besloten om gisteren dicht te blijven. Ik heb gisteren de reacties gelezen bij de Schiedammer online, bij Jan Schrijven. Die logen er niet om. Ik heb de reacties gezien. Ik moet zeggen, ik had me juist heel erg matig gehouden. Ik had gewoon heel netjes vermeld van, joh, we kunnen niet open. Ik ben heel blij met mensen die reageren. Maar het moet wel beschaafd blijven. Ja, ja. Jongens, die mensen doen hun werk. Natuurlijk, als iemand het erg vond, waren wij het. Maar hoe vervelend ook, ja, het is gewoon een rare tijd. Ja. Maar goed, de mensen kwamen en jij moest vertellen dat het niet doorging. Hoe waren de reacties van de bezoekers? Nou, dat vond ik dus het ergste. Ik zat hier vanaf 2 uur en de ouders waren toe. Maar die kindertjes, die bedroefde gezichtjes, ze hadden er ontzettend veel zin in. En dat vond ik wel heel moeilijk. Dus toen heb ik om 4 uur... een briefje, een beetje laf, maar heb ik een briefje op de deur gehangen dat we gesloten waren. Wegens verbouwing gesloten, ja. Ja. Maar goed, tijden keren weer, we zijn weer een dag verder. Hoe nu verder? Want de vraag is, blijft het vriezen of niet? Dat houden jullie in de gaten? We houden het goed in de gaten, behalve vanochtend, want we zagen de zon komen. Toen zijn we eigenlijk heel gek, daar waar we eerst sneeuw geschoven hebben, zijn we de hele ochtend bezig geweest sneeuw op de baan te gooien. Want iedereen weet, wit weer kaatst. Dus houdt de zon tegen en daardoor konden we nu ook open. Ja. Wat ik vanochtend vroeg zag, is het nog tot en met zondag. Ja. Maar alle berichten zijn nogal wisselvallig. Dus ja, het kan zijn misschien langer. Maar goed, in ieder geval tot en met zondag, ja, gaan we lekker schaatsen bij Van Vliet. De wind wordt wel kouder, merk je dat trouwens? Nou, blij toe. Het moet kouder blijven. Ja, het moet veel kouder blijven. Ja. Nou, Miran, 1 dag even een sip moment gehad. We gaan nu gewoon weer lekker schaatsen. Jij gaat gauw naar binnen toe om warm te worden. En ik maak nog even kort wat flitsen. Dankjewel. Helemaal goed, dankjewel. Hoi hoi. Dag. Nou, lieve mensen, u ziet het. Het is niet voor niks geweest. Er wordt heerlijk geschaatst. En daar gaat het om. Ja, en er zijn ook mensen bij die moeten leren schaatsen. En hoe leer je schaatsen? Door achter een stoel te gaan staan. En zo ga je lekker verder krabbelen. Dit was JWTV Live. We zijn er gewoon weer bij. Wat ons betreft, wij wensen u nog een heel prettig weekend. En u weet het, wilt u schaatsen, buiten voorzichtig. Hier op de tennisbaan is het veilig bij Tennisbaan Van Vliet. Tot de volgende keer.